is duidelijk. Zowel intern als extern. Dusan is de aanvoerder en Deli Blind is de tweede aanvoerder. Op 8 mei eindigde het vorige Champions League avontuur. Nu een kleine 3 maanden later begint de volgende campagne alweer. In het Toumba Stadion start Ajax morgen in de derde voorronde tegen de ongeslagen kampioen van Griekenland. Het is de zwaarste loting die we van de niet geplaatste ploegen konden krijgen. Kampioen van Griekenland, de dubbel gewonnen. Ongeslagen zelfs kampioen, ja, dus uitstekende tegenstander. Het is een goed team, goede structuur, zit goed in elkaar. En daarbij hebben ze aanvallende kracht met Pelkas, Akpom en Biseswar. En ja, daar moeten we voor opletten. Vorig jaar kwalificeerde Ajax zich succesvol voor het hoofdtoernooi. En die ervaring kan het de komende periode meenemen. Ja, we hebben natuurlijk de ervaringen. En die ervaringen van vorig jaar die nemen we mee. En dan weten we dat we vorig jaar hebben er ook heel hard voor moeten strijden. Om in de Champions League te komen. En ook hete avonden. En we moeten het hoofd koel houden. En ik herinner even aan Standaarluik, Kiev. Ja, daar waren geen gemakkelijke tegenstanders. En die hebben we nu ook niet. Dus ja, we zullen weer alles uit de kast moeten halen om in de volgende ronde te komen. Vorig seizoen was Ajax succesvol in Griekenland tegen AEK. Maar Dusan Tadic bereidt zich voor op een lastige avond in Thessaloniki. Ja, ik denk het is altijd moeilijk om te spelen in Griekenland. Altijd de atmosfeer is warm. En ik denk deze is goed voor onze spelers, voor alles. Wij moeten spelen onze wedstrijd, onze game en deze is het meest belangrijk. Donny van de Beek, die in verband wordt gebracht met een transfer naar Real Madrid, is er gewoon bij dinsdagavond. En over zijn meespelen was de nacht kort en krachtig. Hij is erbij en hij gaat spelen. Edson Alvarez is ook mee afgereisd naar Griekenland. Nou, hij kan meerdere posities spelen. En hij kan centrale verdediger spelen, kan op het middenveld spelen, kan rechter vleugelverdediger spelen. En nou, we geven hem de tijd om zich aan te passen en we zullen zien hoe snel dat gaat lopen. En tot slot komt Ten Hag ook zijn nieuwe aanvoerder prijsgeven. Dusan Tadic neemt definitief de band over van Matthijs de Ligt. Op het moment dat het duidelijk is, dan maken we het kenbaar. Dus dat is duidelijk, zowel intern als extern. Dusan is de aanvoerder en Deli Blind is de tweede aanvoerder. Ja, het is nice, het is een pleasure, maar wat ik altijd zeg, dit is niet het meest belangrijk, want ik denk dat we meer captains hebben. Met Deli, met Klaas. Oké, Klaas is gegaan, maar ik denk dat we ook Joel en Hakim en André hebben. Er zijn veel spelers die dat leadership also, and we are all captains and this doesn't matter, we just need to do things best possible for our team.